Holland Casino heeft in het afgelopen halfjaar 3,5 miljoen euro verlies gemaakt. Blijkt uit de halfjaarcijfers van het gokbedrijf afgelopen donderdag. En de topvrouw, Petra de Ruiter, ziet de bezoekersaantallen teruglopen, de kosten stijgen. Ze voelt zich genoodzaakt om agressieve marketing in te gaan zetten om weer zwarte cijfers te schrijven. Ik heb het persbericht er even bijgepakt, waarin zij zegt: het enige alternatief is dan dat we zeer ongewenste maatregelen gaan nemen, als agressieve campagnes om nieuwe gasten te werven, het stimuleren van mensen om veel meer te besteden of door het prijzengeld stevig te verlagen. En deze maatregelen zijn voor Holland Casino onacceptabel en vanuit het overheidsbeleid rondom de kansspelen onverantwoord. Bovendien komen de geplande investeringen in ons preventiebeleid daarmee ook onder druk te staan. Dus ze zegt: ik ga het doen, maar wel heel erg contrekeur. Ze geeft op een briefje wat er eigenlijk allemaal verkeerd aan is. Dit is je debuut in het lobbypanel. Wat vind je van deze lobby? Ik vraag me in eerste instantie af of het lobby is. Hè? Want de staat is de grootste aandeelhouder. Dus ik vermoed dat dit al lang overlegd is en gaat gebeuren. Wat ik in theorie wel denk is, ja, het is ooit opgericht om de controle over de gokken en verantwoord gokken in leven te houden. Ze hebben nog een marktaandeel van 8%. Over 92% hebben we geen controle. Is dan de juiste maatregel om hetzelfde te gaan doen als die 92%? Het andere alternatief is die niet goed lopende vestigingen sluiten. Ja. Dat heeft ze niet genoemd. Dat zegt hoogleraar Marjan Olvers volgens mij ook ergens. Ik meen in de Volkskrant. Ja, dit is marktwerking en als er ergens geen vraag meer naar is, dan zou ieder ander bedrijf zeggen: dan sluiten wij een aantal vestigingen, kijken we waar we dan op uitkomen. En de overheid heeft een zorgplicht, hè? Dus op het moment dat jij stimuleert dat dit soort reclame, of in ieder geval toestaat dat dit soort reclame vanuit je eigen bedrijven in gang gezet wordt, ja, welke zorg verleen je dan nog? Wat vind jij van de opstelling van Holland Casino? Dus enerzijds zeggen we willen het niet, en anderzijds zeggen we gaan het toch doen als het niet anders kan. Ja, het is natuurlijk chantage. En dat, hè, van als je ons niet helpt, dan ga ik iets doen waar we allemaal niet voorstander van zijn. Dat mag je ook in lobby doen. Hè. Ik vind het niet chic, zeker niet als het over dit onderwerp gaat. We hebben gezien dat de afgelopen jaren de liberalisering van de gokmarkt is ingetreden. Dat het heeft geleid tot een percentage van, geloof ik, een kwart stijging in hoeveelheid verslaafden. Nou, dan vind ik dus dat de overheid, de vorige regering die dit heeft gedaan, die hiertoe heeft besloten, maar ook de lobby die dat in gang heeft gezet, echt moreel van het padje af is. Je moet echt ervoor zorgen dat zoiets als gokken, wat je kan doen, maar waar grote risico's aan zitten, dat je dat heel erg goed geregisseerd doet. Inderdaad, de Holland Casino was een manier waarop de overheid dat in het verleden goed kon kanaliseren, maar je zegt terecht, dat is maar een heel klein percentage van de markt. Maar uiteindelijk gaat het erom dat de overheid een hele strakke regie heeft, dat ze dat niet juist helemaal aan de markt over moeten laten, of heel gereguleerd aan de markt willen overlaten. Ankie zegt, als die overheid toch nog 100% aandeelhouder is, de eigenaar is van Holland Casino, dan kan deze berichtgeving niet als een verrassing komen. Dit is wellicht van tevoren toch afgestemd. Ik denk eerlijk gezegd, als ik de toon hoor, dat dat niet zo is. Het is natuurlijk wel een staatsbedrijf, maar het is wel een staatsbedrijf op afstand. Hè? Dus het is natuurlijk niet dat daar letterlijk de minister of de staatssecretaris achter de kaarten staat. Zo zit het niet. Dus die scherpheid, die zie je natuurlijk ook bij andere verzelfstandigde bedrijven. Jij denkt dat er wel overleg is geweest? Ja, vanuit de zakenperspectief, als je een 100% aandeelhouder heeft die een beleid heeft waar je tegenin wil gaan als bedrijf, en je doet dat expliciet publiek. Ja, als je niet afgestemd hebt, heb je denk ik wel een probleem. Ik denk dat zij wel heeft gebeld van: hey, staatssecretaris minister, ik ga het op de radio zeggen. Ja. Dat wel, maar je mag ook als staatsbedrijf kritisch zijn op je baas. Dat mag natuurlijk best. En dat is niet zozeer het probleem. Het gaat hier echt dat de overheid heel zwalkend is geweest rond gokken. Ik vind juist rond dit soort dossiers moet je heel erg de regie nemen als overheid. Dat je wel de gelegenheid geeft voor mensen onder bepaalde omstandigheden dat je mag gokken. Maar dat wel heel erg gecanaliseerd wordt. Ja, en hier hebben ze dat de afgelopen jaren losgelaten. Maar er wordt geprobeerd om dat verder te kanaliseren door gokken zo onaantrekkelijk te maken, de winstbelasting te verhogen. Maar waarvan mevrouw de Ruiter zegt van Holland Casino, die belasting is zo hoog dat je ze juist naar het illegale aanbod leidt. Maar ja, dat is dan weer ook weer een nadeel, dat dus ook de hoeveelheid alternatieven nu zo gegroeid zijn dat ook Holland Casino uit de markt is geprezen door dat beleid. Dus ik zou zeggen, los van dat ik niet helemaal, ik hou niet van dit soort lobby's en ik hou niet van dat soort tonen in, zeker niet rond dit onderwerp, maar de oorzaak ligt bij een zwalkende overheid die veel te veel ruimte heeft gegeven aan de markt, waardoor eigenlijk het gekanaliseerde beleid van Holland Casino en andere, laten we zeggen, meer gereguleerd
gereguleerde vormen van gokken eigenlijk ondergraven zijn. Hier heeft echt de overheid zelf schuld dat ze daar eigenlijk geen goede agenda hebben gevolgd en dat ze zwalkend zijn opgetreden en daar ze hun eigen beleid hebben ondergraven. En dat vind ik een hele andere lobby. Hè? Dus daar ben ik het volledig met je eens. Dan zeg je daadwerkelijk, joh, wij kunnen ons doel, waar wij voor in het leven geroepen zijn, namelijk controle op gokken, niet meer uitoefenen. Ja. En dat zegt ze niet. Ze zegt, ik wil meer geld verdienen. Ik zou het veel sterker hebben gevonden dat ze veel meer een beetje meta-verhaal zou worden gehouden. Van waar zijn we? Precies. Waarom doen we dit nou eigenlijk? We doen dat mensen vrij zijn om ook een risico te lopen. Dat mag ook. Hè? Maar tegelijkertijd willen we ook dat mensen niet over de schreef gaan en dat mensen niet zichzelf enorme problemen brengen. Daardoor doen we dat in overheidshanden. Dat graaft de overheid nou niet alleen maar met deze maatregel, maar met ook andere. Dat had ik een veel sterkere en veel sympathiekere lobby gevonden dan te zeggen, nou ja, Ik maak geen winst. En ja, dan komen er terecht vragen vanuit de Tweede Kamer. Ik geloof dat de SGP de Kamer maakt geen winst. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook eventueel, als dit zo doorzet, de ondergang van Holland Casino. En dan is er dus helemaal geen gecontroleerd aanbod meer. Die kaart kan ze wel makkelijk spelen om in het goede jargon te blijven. Die kaart kan ze spelen, maar die speelt ze niet. Ze zegt, ik moet meer winst maken, dus ik ga agressievere reclame voeren. En dat is volgens mij niet een gecontroleerde omgeving. Dat is sterker nog het tegenovergestelde. Dus wat ze doet met haar maatregelen is tegengesteld aan wat het doel van Holland Casino was.